Reflecteren kan op verschillende manieren gebeuren. Klassikaal, met z'n allen bij elkaar zitten en het werk naast elkaar leggen. Maar ook individueel of in tweetallen. Je kunt het werk exposeren en de kinderen er langs laten lopen. Als het werk een plek krijgt in de school, dan hoor je kinderen ook vaak reflecteren naar de ouders toe. Van, kijk, dit heb ik gemaakt en zo ben ik tot dat product gekomen. Samen naar elkaars werk kijken is belangrijk om kinderen te laten beseffen dat iedereen echt eigen keuze heeft gemaakt en tot een eigen eindproduct is gekomen. Gebruik, kijk eens hier, die neus. Moet je kijken. En als je een beetje beter kijkt, zie je hier ook nog tanden van spijkers. Die zijn gewoon door een klein stukje hout heen geslagen. Woorden te geven aan het creatieve proces wat de leerling heeft doorlopen, krijgt het eigenlijk betekenis. Beseft de leerling zich, dat is mijn aanpak geweest en dat heb ik ervan geleerd. Als je het niet leert te verwoorden, blijft het alleen ervaren. Wow, wat een hoop verschillende resultaten, hè? Kijk maar eens even goed. Bedenk eens even voor jezelf, wat zie je allemaal voor emoties op tafel liggen? Bedenk maar eens even. Ja. Nou, hij moet eigenlijk ja, boos en blij zijn. Dat zit er ook in. Boos en een beetje blij. Dat hebben de makers ook bedacht. Ja. Om tijdens de les tot reflectie te komen met leerlingen, blik ik vaak even terug naar het kader wat ik heb gesteld. Zodat ze weer even weten wat ze ook weer aan het doen zijn. Ik vraag ze wat ze bedacht hebben bij de opdracht. Wat hun oplossing is die ze in hun hoofd hebben. En hoe kun je daar nou het beste aan werken. En door even stil te staan bij de keuze die ze zelf maken, beseffen ze zich eigenlijk dat hun eigen handelen invloed heeft op het eindresultaat. Tijdens de reflectie na de les kijk je eigenlijk terug met de kinderen op het creatieve proces. Je kunt daarbij ook terugblikken op de momenten van reflectie tijdens de les. Tijdens de les was jij hier en hier mee bezig. Welke keuze heb je toen gemaakt dat je tot dit eindproduct bent gekomen? Ik merk in mijn eigen lessen tijdens de reflectie dat kinderen echt momenten hebben dat ze een klik maken in hun hoofd eigenlijk van hé, ik heb dat heel anders aangepakt dan jij en daardoor zijn onze werken ook zo verschillend. Vragen die je zou kunnen stellen zijn, wat is je aanpak geweest? Wat vond je moeilijk? Wat zou je de volgende keer anders doen? Welke verschillen zie je met kinderen om je heen? Door te reflecteren op dat proces worden ze zich daar bewust van. En voelen ze zich ook trots over wat ze hebben gemaakt en kunnen ze misschien een volgende keer leerpunten weer meenemen. Zorg ervoor dat je de leerlingen zowel tijdens als na de les stimuleert om te praten over hun creatieve proces. Dat doe je door vragen te stellen over gedachten, vorm en inhoud. En let daarbij vooral op het creatieve proces en niet zozeer op het eindproduct. Tijdens een beeldende les kunnen kinderen ook gebruik maken van een schetsboek. Daarin kunnen ze schetsen, schrijven, plakken, knippen om hun gedachten alvast te ordenen. En dat kunnen ze inzetten tijdens het beeldende proces.